indrukwekkende hoofdgebouw van het Hofje van Staats is meteen de entree. Het Hofje van Staats werd gesticht uit de nalatenschap van de Haarlemse garenreder en handelaar IJsbrand Staats en was bestemd voor oudere alleenstaande vrouwen. Staats bepaalde in zijn testament dat zijn hele erfenis bestemd was voor de armen. Achter het hoofdgebouw ligt een grote binnentuin met daaromheen de hofjeswoningen. Alleen komen we nu niet binnen via de hoofdingang, maar via een smalle onderdoorgang. In 1733 waren de 30 huisjes voor alleenstaande oudere vrouwen klaar. Voorwaarde om in het Hofje van Staats te kunnen wonen was dat men gereformeerd was. Bij de restauratie in 1990 werd een aantal huisjes samengevoegd. Hiermee werd het aantal woningen teruggebracht van 30 naar 20. Aan de opgestelde bloempotten is te zien dat deze deur nu niet meer gebruikt wordt. De kleuren geel en zwart in de luiken verwijst naar de kleuren in het familiewapen van Staats.